Hey, goedendag dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe video. Of eigenlijk vlog moet ik zeggen. En in deze vlog wil ik het hebben met jullie over iets wat ik op social media zie gebeuren. Dus stay tuned. Zoals gezegd, welkom bij weer een nieuwe vlog. En waar ik het over wilde hebben vandaag is wat ik dus op social media zie gebeuren. Ik ben redelijk actief op social media, op Facebook, Instagram, een klein beetje Twitter. En ik volg dat vrij aardig. En ik maak me eigenlijk een beetje zorgen over wat ik zie gebeuren. Om bij het begin te beginnen, toen ik mijn rijbewijs pas haalde, voelde het alsof ik in een soort familie terecht kwam. Mensen die je totaal niet kent op een parkeerplaats of waar dan ook, spreek je gewoon spontaan aan voor een praatje en gezellig en een babbeltje dit, babbeltje dat. En ja, dat voelde als een soort familie. En wat ik nu op Facebook en Twitter en op Instagram zie gebeuren, is dat we een beetje uit elkaar vallen voor mijn gevoel. En ik heb het idee dat we in drie groepen uit elkaar aan het vallen zijn momenteel. Je hebt daar groep 1, zullen we dat voor maar het gemak even noemen. Dat is dus de motorrijder die zegt van nou joh, we zitten in een intelligente lockdown. We worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Dus ik heb geen woon-werkverkeer, want laat ik dat even duidelijk zeggen. Dat laat ik hier even buiten beschouwing. Dus de een zegt van, joh, weet je wat, ik laat mijn motor lekker staan. En ja, die staat daar prima in die schuur. Kom maar. En die staat daar dus gewoon lekker prima, lekker laten staan. Ik wacht tot de crisis voorbij is en ik ga gewoon niet rijden. Dat is natuurlijk een keus. Dat kun je doen. Dat is iemands eigen keus. Aan de andere kant, aan de hele andere kant zeg maar, heb je groep 3. Dan willen we dat maar voor het gemak groep 3 noemen. En dat is een groep motorrijders die zegt van ja, je kan maar wat met je lockdown. We mogen rijden. Men zegt dat we niet de motor op stal hoeven zetten. We mogen naar buiten. Ik zit in mijn pak, mijn helm, mijn broek, mijn handschoenen. Ik vind het wel prima. Ik besmet niemand. En ik blijf gewoon lekker mijn ding doen. Ik spring op de motor. En ik ga gewoon lekker een, weet ik veel, pak een beet 300 kilometer rijden. Ik neem een drankje mee, bij wijze van spreken, als ik dorst krijg. Want ja, je kunt natuurlijk nergens meer stoppen voor een bakje koffie. Dus. Maar goed, die mensen die blijven dat dus doen. En dan heb je ook, naar mijn gevoel dan, wat ik lees en wat ik volg, de middenmoot, groep 2, zullen we dat voor het gemak maar even noemen. En dat is de motorrijder die zegt van ja, nou helemaal mijn motor aan de wilgen te hangen gaat me ook wel weer een beetje ver, maar ik wil toch ook wel mijn steentje bijdragen. Weet je wat, ik beperk mijn motorrijden tot kleinere ritjes in de buurt om en ja, noem het maar om de kerk, en ik zorg dat ik ja, kleine weggetjes vermijd zodat ik iedereen de ruimte kan geven. Ik blijf wat op de grotere doorgaande wegen. En ik maak mijn rondjes niet te groot. Nou, pak een beet, 60, 70 kilometer. En dan, ja, dan hou ik het daarbij. Dus wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat je drie groepen krijgt. Tenminste in mijn beleving dan, als ik het goed lees. En dat vind ik eigenlijk ergens wel jammer. En wat ik daar vooral aan jammer vind, en wat me dan opvalt, is dat mensen onderling zo weinig van elkaar kunnen hebben.
En wat ik daarmee bedoel, is dat bijvoorbeeld iemand uit groep 1 op Facebook gooit van joh, waarom ga je zulke lange ritten maken? Blijf thuis, we zijn opgeroepen om thuis te blijven. En daar wordt dan heel erg fel op gereageerd uit iemand uit groep 3. Die zegt van joh, waar bemoei jij je eigen mee? Het is niet verboden, ik zit in mijn pak, ik doe niemand kwaad, dus je kan de pot op. Ik ga gewoon rijden. En ja, we weten allemaal dat de toon de muziek maakt. En misschien dat ik een valse toon lees, dat zou best kunnen. Maar ik vind dat toch best wel jammer dat zulke soort gesprekken gevoerd worden op social media. Ik bedoel, social media is een prachtig platform voor iedereen om zijn of haar mening weer te geven. Maar respecteer dat dan ook, weet je wel. Respecteer de keus van een ander van, ik laat mijn motor staan en de ander zegt, dat doe ik niet, ik blijf rijden. Probeer dat te respecteren van elkaar. En ja, ik vind dat gewoon jammer dat zo moeilijk is voor sommige mensen. Tuurlijk, de meeste reacties die ik lees, dat gaat vaak wel. Maar toch zijn er echt wel excessen waarvan ik denk van, ja jongens, we zijn een beetje uit elkaar aan het groeien op deze manier. Ik bedoel, het is al een rottijd. We zitten al in een crisis. Laten we het nou niet erger maken. En laten we een beetje proberen om elkaar wat, ja, toch wat ruimte te gunnen daarin. Dus ik wil iedereen dan ook eigenlijk oproepen. Jongens, geef elkaar de ruimte. En probeer mekaars mening te respecteren. En als je het ergens niet mee eens bent, prima, dat mag. We leven in een vrij land natuurlijk. Maar probeer het dan ook een beetje te onderbouwen. En niet met loze kreten van joh, bemoei je eigen nergens mee. En je bent dit en je bent dat en zoek het lekker uit. Ik bedoel, daar is niemand mee geholpen. En zeker helpen we elkaar daar niet mee. Weet je wel, dus ja, ik zou zeggen, probeer dat gewoon lekker voor jezelf te houden, weet je wel. En als je dan toch wilt reageren, wat mag, doe dat dan onderbouwend. Weet je wel, van geef ook aan waarom je dat vindt. En laten we de gesprekken gewoon luchtig houden. Ik ben ook maar een mens en het is ook mijn eigen interpretatie. En een ander ziet het misschien anders als ik. Kan allemaal. Ik bedoel, we leven in een vrij land. Ieder mag denken wat hij wil. En laat ook één deel heel duidelijk zijn. Ik heb respect voor groep 1, 2 en 3. Ieder moet zelf weten wat hij wil. Dus ja, bij deze, ik wil eigenlijk gewoon iedereen een beetje oproepen van, wees een beetje lief voor elkaar. En laten we nou zorgen dat we vooral één groep blijven. En laten elkaar ook steunen, welke keuze je ook maakt. Of je kiest om je motor te laten staan, of je blijft gewoon lekker rijden, of je pakt de middenweg. En ja, gun elkaar die ruimte dan ook gewoon, weet je wel. Ga elkaar niet afvallen, ga elkaar geen zwarte piet toe zitten spelen. Wat bereiken we daar nou uiteindelijk mee? Dus we hebben allemaal dezelfde hobby en we delen allemaal dezelfde passie. Dus laten we nou zorgen dat we vooral met de neus allemaal dezelfde kant op blijven staan. En laat elkaar gewoon lekker in hun waarde en probeer respect op te brengen voor een andermans keus. Ook al is dat dan niet jouw eigen keus. Nou, dat is dus een beetje wat ik jullie mee wil geven. Doe ermee wat je wilt. Ik bedoel, misschien vind je wel van joh, je lult uit je nek. Ook prima. Zet dat dan ook even hier in de comments beneden. Maar nogmaals, probeer dan ook uit te leggen waarom je vindt dat ik uit mijn nek lul. Dat vind ik ook wel fijn. Nou, dat was dus een beetje mijn boodschap. En ik zou zeggen, ja, geef elkaar de ruimte. Respecteer elkaar. Het allerbelangrijkste, stay safe. En graag tot de volgende video. Later.